Oeh. Hoi, hallo, figuur. Ze zijn er al. Ze zijn er al. Ze zijn er al. Ja, dat zeg ik. Ja, ik zit net een kaart te lezen van mijn tante uit Hamelulu. Moet jij de twee olifanten? Ja, die tante van mij is zo gek als dat klopt, echt waar. Maar goed, jullie zullen wel denken, waarom heeft hij twee bellen op? Maar goed, dat is mijn leesbeeld. Ik doe hem even af. Want daar komen jullie natuurlijk niet voor, hè, voor deze kaart, of wel? Ja, jullie komen jullie gaan weer genieten van de nieuwe vlogavonturen van René. En op vele verzoek mocht ik het weer aankondigen. Echt, mijn dank is groot, echt waar. Ja, ik wil bijna gaan huilen, maar dat doe ik niet. Een man mag niet huilen, zeggen ze. Maar goed, ik zou zeggen, veel plezier met de nieuwe vlogavonturen van René. Weet je wat, ik ga die kaart niet eens lezen nu. Ik ga meekijken. Veel plezier. Oeh, begint al. Your job's a joke, you broke. Your love life's the other way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Ik sta nu op de eerste etage van het inderdaad, hoe je dat wil zeggen. Dit is de slaapkamer. Ziet er op zich niet verkeerd uit, lijkt me. Hierin was even benieuwd waar ik was. Dus die stumper is naar boven gegaan. Nee, die deur waarschijnlijk nu niet naar beneden, maar goed. Ja, dit is de andere slaapkamer. Ja, die hebben we nog even spannend weten te houden. Zit er nog een beetje spanning in de vlogfilm. Kijk. Kastje. Beneden aangekomen. Ja. Tot zo beneden. Ja, die moeten redden. Die durft inderdaad niet naar beneden. Of hij speelt toneel, dat kan natuurlijk ook. En mijn werklaptop. Ja, ik ben benieuwd of ik vandaag heel veel ga werken. Als je al naar buiten kijkt. A few moments later. A few minutes later. Nou, ik ben druk aan het werk momenteel. Even een koffiepauze hoor. Koffietijd. Leuk de melodie en hier logo in beeld ook meteen. Kijk, 11 uur. Oh. Nou, ga ik zo eerst even wandelen met de hond, anders verveelt die zich ook. Nou ja, als je je voorstelde met drie balletjes of zo in het huisje en een speelgoedtouwtje waar je mee kan spelen. Ja, ik weet niet of ik dit nou een stukje ook nog kan filmen. Kom maar mensen aan. Echt, altijd als ik ga filmen komen de mensen. Dan zou je zeggen, waar is dit? Ja. Tegenover het muur. Ja, ik dacht ik wilde even weer naartoe lopen. Ik weet niet of dat nou een brandnetel is of dat er nou een beetje in mijn been loopt. Hallo, dan moet je zakken dat je pluggen.
Kom, kom. Nee, dit gaat nog wel even duren, denk ik. Tot zo. Ik kon het niet laten met weer te filmen. Ik kon het niet laten. En ik heb stiekem gegluurd wat niet mag. Dat is gewoon van deze kant hoor. Maar deze niet mag. Zulke bordjes. Met de beginletter van een insect. Nou, dit is natuurlijk een kever, dus nee, een lever. Lever. Ja, een instinker. Nou, dan loop je er weer heen, een paar meter verderop. Nou, je ziet het al, dit is een mier. De M van mier. Hey, goed hè? Wel een beetje mislukt, maar goed. Ja, zo zijn er talloze van dit soort borden met die ongedierte, om het zo te zeggen. Weer dat typetje van koot in de bier. Ja, moeder. Ja, moeder. Dit is hier wel een hele zonvoer, hoor. Gewoon met dit zonnetje. Ik zou bijna zeggen dat ik het zonnetje in huis ben. Ja, ook mijn jonker met die muziek. Dat is een mooie gelegenheid voor jij hier moet ontsnappen. Nou, hier zat ik gisteren dus. Ik kwam allemaal van die kleine kutinsecten op me afgevlogen. En ik kon niet verheugen me dan niet op me afvliegen. Ik vind het wel een hele moeilijke, echt serieus. Letter N en een vogelsoort. Is het een Z? Nee. Weet jij het misschien? Ik vind het echt een vogel. Kijk, dit is de O van olifant. Die weet ik dan weer wel, hè. Loopt u een stukje met ons mee? Gezellig. Kijkt u maar om u heen, hoor. Dat mag. Ik ben zo warm met het zonnetje. Hé, hey, Jerry? Hij is lief, hè? Oh, kijk nou eens even. Leuk als afsluiter. Oh. Hij ziet er ook ingewikkeld uit. Ik zou zeggen, begin met een been. Een bezel, maar... We staan net bakken, althans ik ben het van plan. Namelijk pannenkoeken. We maken pannenkoek. Ja, het is op de ouderwetse manier pannenkoeken bakken hoor. Dus. Nou, dat zal maar een beetje spannend zijn. Pannenkoek eten heb ik nog even gewerkt, maar ik merk dat ik aan het intakken ben, dus ik ga even met oplopen.
Kijk een mooie glas staat. Prachtig, hè? Prachtig. Vliegen te beginnen nou weer te komen. En chillen. Vaak waar je een hond uitgenodigd met. Oh, dit is mooi zeg. Ze beginnen gewoon ongevraagd op je nichten. Natuurlijk. Daarna heb ik even lekker op de bank gezeten, oude aflevering van Laatste Mijn Lach gekeken. Oh, wat kom je meer bij? Passie te maken. Ik ben benieuwd hoe het gaat uitpakken, echt waar. Dus ik pak even de ingrediënten, de spulletjes erbij. En dan ga ik eens even kijken hoe of het me gaat lukken om de nasi op tafel te weten te toveren. Eerlijk gezegd heb ik er nog niet echt 100% vertrouwen in. Maar goed, we gaan gewoon eens even kijken natuurlijk, hè. Laat schrikste hand. Ik ging maar steeds drinken. Ik ben moeie die dag. Iemand kan je niet even ergen houden. Zo'n stoeljaartje met die trekzak. Want even wat kwijt. Ik kan toevallig dus helemaal niet letten. Van die bemoeiaars. Een aantal maanden spieven. Wat er aan de doet of wat. Ook een bar of in die grond. Die bemoeiaars bemoeien zitten me. Waar je toch geschuffeld gaat. Mijn schoonmoeder heeft er ook zo'n handje aan. Als je benen kan, begint ze al te merken. Kom je nou eens uit je bed en is de koffie al gezet. Ik zit nog even en je kan gelijk vertrekken. Met een muppet trappen. Je komt er nou vervolgens een koffie drinken. Dat gaat de hoed. Ja, genoeg gekkigheid. Ik ben klaar. Ik denk wel dat ik het even kan laten zien. Een hele snelle blik hoor. Ziet er niet heel smakelijk uit, maar goed. Ik heb mijn best gedaan. Meteen zien jullie het als een poepenbordje zeggen. Ik ben alleen voerpoep vergeten. Kijken of ze dat hadden, maar goed. Oh, ja, die mag natuurlijk ook niet opbreken. Een beetje gestrest, maar uiteindelijk ziet er niet heel smakelijk uit. Dus even één snelle blik. Zo, nasi met een eitje en kip. Filet erdoor. Dat wordt sminkelen en smoelen. Dan ben ik toch een goede kok met COCK. De kok met COCK. Dit is pas genieten, echt waar. Gewoon quality time met je hond in de achtertuin. Zonder voorbij. Gaat telkens steeds sneller. Ja, ik heb even heerlijk net even, ja, wat zal het bij elkaar zijn, een half uur met Jerry buiten gespeeld. Nou ja, oh, het is hier heerlijk. Zalig. En hoor. Wat een rust. Nou, ik ga nog even chillen. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. Het is vandaag woensdag. Is dat verdenken mij? Is dat verlopen? Hey. Oh, ja, dan moeten we wachten op de volgende. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Nou, dan gaan we toch even met z'n allen even lekker wachten, hè? Of we gaan gewoon even doorklikken, hè? Naar de vorige of de volgende, weet je wel.